Hallo, ik ben Alexandra. Ik ben 14 jaar. En ik doe mee aan Junior Eurosong met het liedje Big Bang. Het gaat gewoon over jezelf zijn en niet de persoon dat iedereen verwacht van jou. Gewoon je eigen ding doen en ja, je niet aantrekken. Jouw ouders zijn muzikanten, dus het zit in de familie. Wat doen zij precies? Mijn papa speelt saxofoon en mijn mama speelt piano. Jouw ouders zijn van Poolse afkomst. Spreek je zelf Pools? Ja, ik spreek zelf Pools. Zeg je dan Junior Eurosong of Junior Songfestival in het Pools? Ja, dat heeft eigenlijk geen verschil. Dat is zo'n internationale naam. Snap je? Dat kun je niet echt vertalen. Oké. En wie is jouw favoriete artiest? Everloving. En wat is haar beste liedje volgens jou? Ja, ze heeft er zoveel. Girlfriend vind ik wel goed. Of Skaterboy. Ja, What the Hell, haar nieuwe liedje is ook wel keigoed. Ja, ik vind al haar liedjes goed. Je hebt jouw clip opgenomen in Antwerpen. Hoe was dat? Ja, dat was super. Eerst namen we op het dak van het MAS. Ja, dat was echt een super uitzicht en zo, om op dat dak te mogen dansen. En daarna op de Meijer. Ja, de mensen keken wel een beetje aan en zo, maar dat was echt wel cool om te doen. En wat weet je over Armenië? Nog niet zoveel eigenlijk. Ja, we leren daar ook niet echt zo veel over op school en zo. Ja, misschien is dat een nieuwe kans om meer te weten te komen als ik naar Armenië mag. Dan, wat is jouw lievelingsvak op school? Oeh, lievelingsvak op school? Als ik dan toch moet kiezen, dan is het plastische opvoeding. Oké, dan misschien makkelijker om te kiezen. Wat doe je echt niet graag op school? Wiskunde. Wat is de leukste vakantiebestemming waar je al geweest bent? Oh, dat is een moeilijke. Ik ben al, ja, zo warme landen spreken mij aan. Allee, ik ben al in Spanje geweest of op Djerba. Ja, zo warme landen met zo'n strand en zo. Dat is leuk. Wat is jouw favoriete programma op tv? Wel, ik kijk niet echt naar tv, tenzij er echt zo programma's zijn met zingen en zo, zoals Idol. Dat heb ik gevolgd. En ja, het Junior Eurosong en het Eurosong voor volwassenen ook natuurlijk. Maar voor de rest kijk ik niet echt zoveel naar tv. En heb je al een liefje? Nee.